Goedemorgen allemaal, het is een fantastische dag vandaag. Iedereen ontwaakt wat van de camping. Het is een sprintdag vandaag, maar voor het zover is, gaat Natasja, onze race manager, iets meer vertellen over hoe dat werkt. Natasja, wat gaat er gebeuren vandaag? Vandaag gaat er weer van alles gebeuren. Allereerst begaan de teams aan de Amstel weer het water in en varen we in kolonne naar het centrum van de stad, naar het hart van Amsterdam. Ja, en dan hebben we de sprint. Het is de eerste sprintdag vandaag van de drie die we in totaal hebben. En de sprints worden afgenomen 2-2, dus een hoop spektakel. Ja. Dus dat is ook wat men kan verwachten vandaag. Absoluut. Vandaag is echt de dag van spektakel en ik vind het zelf persoonlijk heel bijzonder omdat het Amsterdam spektakel wordt. Want je vaart, je sprint in het centrum van het hartje van de hoofdstad van Nederland. Dat gebeurt niet zomaar. Waar zou men tegenaan kunnen lopen? Men kan te snel de accu leegtrekken. Amsterdam heeft veel water, hele hoge kades, dus even snel naar het toilet of even snel wat veranderen aan de boot is ook niet echt van toepassing. En dat zijn wel de uitdagingen. En uiteindelijk, als natuurlijk de motor het niet meer goed doet, moeten ze nog wel 6,5 kilometer weer terug naar de slipway. Dus het is een beetje een combi van uitdagingen en spektakel. De tip van de dag. Nou, die is echt voor de teams. Ik wil ze echt meegeven van jongens, geniet van dit moment. Want het is zo bijzonder om in de hoofdstad harder te mogen varen dan 6 km per uur met toestemming. Pak dat moment.